nooit af. Om het hebben met de deur in huis te vallen. De titel heeft profetische waarde. Want we zitten nog in hoofdstuk 8. En hij gaat tot 11 of zo. En dan moest ik ook even een presentatie geven over een boek wat nog niet af is. En nou ja, ik had toch zondag de hele tijd. Dus ik denk, ik ga zondag even lekker voorbereiden. Er kwam er iets tussen. En toen was er voetbal. En toen was het 87 minuten. Dus ik dacht, over 3 minuten ga ik beginnen met mijn voorbereiding. Nou, toen ben ik heel dronken geworden. Het was 3 uur. En toen had ik nog niks voorbereid. En dacht ik, shit. Paniek. Hoe kan ik dan morgen verhaal vertellen als ik het niet heb goed heb voorbereid? Zal ik het afzeggen? Nee, dat kan ik niet maken. Zal ik een slecht verhaal vertellen? Kan ik ook niet maken. Dus hoe los ik dit op? En opeens dacht ik, ja natuurlijk, voor de zoveelste keer in mijn leven ben ik in dezelfde valkuil gestapt. De valkuil van theorie en praktijk. Nooit af gaat... Oh, nooit af. Gaat er juist over dat de versnelling in de wereld, alles in de wereld gaat zoveel sneller, dat het helemaal niet meer zo zinnig is om uitgebreid dingen voor te bereiden. Voorbereiden heeft nogal wat nadelen. Nou, ik ook mijn draad kwijt. Murphy doet helemaal zijn best. Oh ja, toen dacht ik, nou, hoe ga ik het nou vertellen? Ik pak gewoon ik heb het Easycratie verhaal. Wie kent Easycratie? Bijna allemaal. Ah, ja. Nou, de hele mensen kennen dat nog niet, dus dat vertel ik af en toe in het land. En dat heb ik afgelopen donderdag nog even verteld. Ik denk, ik gebruik dat gewoon. En dan plug ik nieuwe dingen in en dan als ik nieuwe dingen ga vertellen over nooit af, dan ga ik bijvoorbeeld hier staan. Maar goed, alles is weer anders. Zo is de wereld ook. Het nooit af principe. Heel in het kort, wat bedoelen we daarmee? Dat als je een beetje oplet en je kijkt naar de vorige eeuw, dat zit in de gewoonte van de mens. We willen iets in het leven. We gaan dat zorgvuldig plannen en dan gaan we heel lang voorbereiden en alles moet goed zijn en dan is het klaar. En dan zijn we klaar. Dan is het af. En dat klopte vrij redelijk. Bijvoorbeeld, je gaat trouwen tot de dood ons scheidt en dan op een gegeven moment, na een jaar of 20, denk je van, oh nee, toch maar niet. En dan krijg je een echt scheiding. Of je gaat een huis kopen voor 30 jaar en dan ga je na 7 jaar, oh nee, ik wil toch verhuizen. Of je tekent het arbeidscontract voor onbepaalde tijd en na een aantal jaren denk je, oh nee, ik wil toch maar een andere baan. Als je goed oplet, zie je dat bijna alles in de wereld is gestructureerd volgens het idee van, het is af en dan verandert het niet meer. Dus eigenlijk foppen we onszelf. En als we pas na een generatie erachter komen dat we onszelf gefopt hebben, dan is dat helemaal niet zo erg meer. Ja, als je na 20 jaar opeens je huis moet verkopen, of je gaat na 20 jaar scheiden, of je wordt na 20 jaar werkloos, nou ja, dan heb je een mooie tijd gehad en er komt weer een nieuwe generatie, het lost zich wel op. Maar tegenwoordig zie je veel sneller dat iets geen generatie meer duurt, maar gewoon 5 jaar of 10 jaar. En ja, dat betekent nogal wat. Bijvoorbeeld opleidingen. Je gaat naar school, je gaat eerst 18 jaar naar school, dan heb je een diploma, zo klaar, nu is het af. Ja, en dan weer 2 jaar later en dan merk je dat al die kennis verouderd is. En wat nu? Dus ja, het lijkt erop dat we op zoek moeten gaan naar fundamentele veranderingen in ons maatschappelijk leven. Zowel voor organisaties, maar ook als privépersonen. Ik stel voor huwelijken die gewoon 5 jaar duren of zo, of 7 jaar. Die mag je dan daarna verlengen, maar niet meer automatisch. Nou, ook arbeidscontracten, nu is het heel stom. Het is of je bent voor een jaar, of je bent voor eeuwig. Maar niemand werkt voor eeuwig. Contracten van een jaar zijn onhandig, want dan zit je 6 maanden lekker te werken. En na 6 maanden denk je, ik moet nou oppassen dat veel handiger is als je arbeidscontract hebt voor bijvoorbeeld 5 jaar of 7 jaar. Hè, in overleg. We moeten wat flexibeler zijn. Net als, ik voel nu met deze presentatie. Ik doe mijn best. Hoe heb ik nou het Easycratie verhaal uitgelegd? Steeds anders, want daar doe ik het per ongeluk wel goed. Ik heb nooit eenmaal een gelikte voorstelling gemaakt en die dan eindeloos repeteren. Nee, eigenlijk gelukkig niet. Dus
een paar jaar lang vertel ik af en toe dat initiatief verhaal. En het verhaal wordt steeds even anders. Waarschijnlijk steeds beter. Omdat je ook ziet wat werkt. Maar ook omdat de wereld ondertussen veranderd is. Het initiatief verhaal van 2010 is een ander verhaal dan nu. Hoe heb ik het van de week uitgelegd? Mijn nieuwste fonds. Dan leg ik de wereld uit aan de hand van één chocoladereep en één blikje tomatenpuree. Vinden mensen vaak leuk. En dan begin ik met bijvoorbeeld, is er toevallig iemand in deze zaal die een beetje liefdesverdriet heeft? Statistisch zitten die er, minstens 6. Ja! Nou, dan krijg jij deze week van mij. Hartstikke lief, veel plezier met mij. Ben je er blij mee? Jij bent een reep rijker geworden. Ja. Dat is heel fijn voor jou, dat vind ik je, dat geef ik je ook. Maar ik ben ook een reep armer geworden. En dat is ook heel 20e eeuw, zero sum game. Hele dingen die wij doen in het leven, dat lijkt allemaal leuk. Ja, leuk voor Evelien, maar minder leuk voor mij. Ik kan winnen op de aandelenbeurs, maar dat heeft wel een ander verloren. Ik kan doorgaan naar de kwartfinale. Ja, leuk voor ons, maar niet leuk voor Mexico. Zero sum. Hoe leuk zou het zijn als ik een reep kon weggeven, dat ik zelf na afloop nog net zoveel repen heb? Zou dat niet cool zijn? Dan kon ik je wel een mannenreep geven. Nou, dan heb ik opgezocht op internet, heb ik een leuk filmpje gevonden waar dat kan. Nou, en dan is het dus geen internet. En dan zie je dus een filmpje van, de helft van jullie heeft het al gezien, van een box tablet chocola. Daar gaat iemand een goocheltrucje uithalen. Dan haalt hij er één stukje uit en goochelt de goochel. En dan heb je een hele reep weer compleet en een extra stukje. Wie kent dat filmpje? Is het leuk? Grappig, hè? Mooi. En dan kan je dus dat stukje reep aan even hier geven. En heb ik nog net zoveel reep, zodat ik het eindeloos kan herhalen. Hoe leuk is dat? Maar jullie weten ook allemaal, heel intuïtief, dat filmpje is hartstikke nep. Hij is een goocheltruc, het is magie. En waarom weten we dat zo zeker? Omdat we allemaal wetten hebben geleerd. We hebben geleerd de wet van behoud van massa, de wet van behoud van energie. We weten dat het nep is. Totdat, ergens eind vorige eeuw, een revolutionaire uitvinding was. Dat heette digitalisering. Op dat moment stonden we er niet meer stil dat dat belangrijk was. Daar kwamen we later pas achter. Als je producten digitaal maakt, dan kun je ze eindeloos gratis weggeven en dupliceren zonder verlies. Dit is de wereld op zijn kop. En met repen kon het nog niet, maar het kon wel met boeken, met films, en met muziek, en met teksten, met informatie. Maak het digitaal. En dan gebeurt er magic. En als je dat doet, dan veranderen een aantal fundamenten van jouw kennis, van jouw wetenschap, fundamenten van de wereld. Dan krijg je totaal nieuwe spelregels. Want, nou, wie kan dit zien? Dit is nog maar het begin. Dit is een 3D-printer zit er aan te komen. Is er eigenlijk al. En dat is leuk. Wie heeft hem al gezien? Ja, hier misschien, of daar op de printerweg. Ja, meestal bouwt hij dan Lego steentjes en dan denk je van, nou, heel leuk. Maar ik speel niet met Lego. Maar de techniek schrijft voor. We zitten in een wereld van exponentiële groei. Hè? En wat nu een Lego steentje is, is straks een huis. Sterker nog, het is al een huis. In China is al een bedrijfje dat maakt 10 huizen per dag met een 3D-printer van gerecycled betonafval. Goedemorgen. Denk nou nog eens aan die reep. Denk nou nog eens aan dat filmpje, van dat toverfilmpje. We beginnen in de wereld te komen dat we gewoon gratis alles dingen kunnen vermenigvuldigen. De wereld van, en dat is echt een held voor mij, Abundance. Peter Diamandis. Nou even, Nooit Af. In Nooit Af is een hoofdstuk, dat heet de Isocratische Bibliotheek deel 2. Daar staan allemaal boeken in. Waarop wij onze visie hebben mede gebaseerd. En dit is een heel belangrijk boek ervan, een absolute aanrader. Nou, maar dan kom je dus in een zaal met mensen voor wie dat verhaal nog allemaal nieuw is. En die zeggen, ja, dat kan je wel zeggen, maar ik geloof er geen gehoor van. Want ik heb heel lang op school gezeten, ik heb heel lang op tv gekeken. Ik weet wel
ik weet dat er schaarste is. Je hoeft mij niet te verklappen dat er nu opeens nieuwe spelregels komen met overvloed. Dat geloven we niet. Nou, dan heb ik een trucje op bedacht. Dan neem ik die mensen mee op een excursie naar de waarheid. Nou, dat kan ik nu niet zo goed laten zien. Maar dan laat ik dus zien dat iemand die eerst een staatsvijand is en 36 jaar in de gevangenis zit, dat hij tegelijkertijd een held kan zijn volgens andere mensen. Hij zegt dat het een boef is. Dus is het een beetje te zien of totaal niet? Nee. Nou ja, bijvoorbeeld dat deze man, dat was eerst ook een spion en een staatsvijand. En die zat ook in de gevangenis voor levenslang. En uiteindelijk kwam hij toch met zijn kop op een postzegel. En werd hij president van Zuid-Afrika. Dus waarom vertel ik het nou? Om mensen een beetje wakker te maken in de geest. Dat de waarheid van gisteren opeens een hele andere waarheid kan worden. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling van Nooit Af. Om mensen nieuwe waarheden daar rijp voor te maken. Nou, we beginnen meteen met een shocking nieuwe waarheid. Tenminste, dus aanhalingstekens. De oude wet is dat alles wordt duurder. Dat hebben wij geleerd. De hele wereld is er vergeven van. Er is zelfs een begrip voor is inflatie en dat wordt uitgerekend door het Centraal Planbureau. En die berekent dat er elk jaar inflatie is, want alles is weer duurder geworden. Toch, kijk vanavond naar het Nationaal of lees morgen de NRC. Of ga naar de universiteit en daar zullen ze allemaal vertellen, er is inflatie hoor. Sterker nog, op het Journaal gaan ze mij vertellen van, er is te weinig inflatie, we hebben meer inflatie nodig. Ik zeg, inflatie is een hoax. Inflatie is een compleet verzinsel van de vorige eeuw. Is dat shocking? Ik zeg nou, helemaal niet alles is duurder geworden, alles is juist goedkoper geworden. Ga maar eens naar de IKEA. Ik koop daar een bed of een tafel of een stoel of een kast. Dat krijg je voor elkaar als je minimumloon verdient. Met één dag werken heb jij een bed of een tafel. Mijn vader had er een maand lang voor nodig. Mijn vader die kon niet vliegen, dat was veel te duur. Studenten van tegenwoordig van een bijbaan, die kopen ze een ticket naar Barcelona voor 29 euro. Hoe zou alles duurder geworden? Nou, die digitale dingen zijn sowieso ook. Hoe kun je allemaal gratis krijgen? Hè? Boeken en platen, muziek, allemaal gratis. Encyclopedie, mijn ouders kochten een encyclopedie voor 3000 euro. Ik ticket gratis in op Wikipedia. Ik hoef geen LP's te kopen, ik heb geen YouTube. Maar bijvoorbeeld een winkel op Primark. Wie is daar nog nooit geweest? Nee. Okay. En wie is nog nooit in Action geweest? Doen, absoluut doen. Je hoeft niks te kopen, maar gewoon om je te... Dat is een ander verhaal. Maar daar kan ik ook ingaan, dat is niet waar, want een Action verkoopt in principe wat overbodig is bij anderen. Als je het niet met een Action koopt, gaat het in de stort. Dus het is goed voor het milieu, de Action. Maar. Alles, als je om bent, wordt alles goedkoper. Behalve overheidsdienst. En. Hoe kan het nou, hoe komt dat nou, dat alle oude instanties zeggen dat er inflatie is en alles duurder wordt? Dat komt omdat ze in een wereld denken die af was. Toen ooit die modellen zijn gemaakt voor hoe inflatie werkt, werd er dus een boodschappenmandje samengesteld. En dan ga je elk jaar kijken wat die dingen van je boodschappenlijstje nu kosten. Dus inflatie betekent dat de postzegel inderdaad 5% duurder is geworden. Lekker belangrijk. Want we kopen bijna geen postzegels meer. Dus de dingen die je kocht, die zijn misschien duurder geworden, maar die kunnen allemaal vervangen worden, of die zijn wel grootschalig vervangen door andere dingen. De ultieme bewijs dat alles goedkoper wordt. Dit is een blikje tomatenpuree. Raad eens wat het kost. Kijk, jij komt bij de Aldi, wie zijn 9? Jij komt. Zegt er ook iemand dat dit 40 of 50 cent kost? Ja, jij komt bij de Albert Heijn en daar heet het Del Monte, is gewoon dezelfde tomaten die erin zit. Maar in principe kan het voor 7 cent. Als je daarover nagedenkt, er is dus ergens een boer in Italië, die plant een zaadje, die haalt tomaten op de grond, wordt naar een fabriek gebracht in een vrachtwagen. Daar is iemand die de tomaten vijf stampt en anders stopt ze in een blik.
ander maakt het blik dicht, dan gaan ze met een container, waarschijnlijk per boot, ik weet het niet, gaan ze naar Nederland toe, naar het distributiecentrum, daar worden ze weer uitgeladen, dan gaat het weer in een autootje met een chauffeur, die brengt het naar de winkel, dan is er een vakkenvuller, die zet het neer, en dan komt er een cashier, die scant het. En al die mensen verdienen eraan. 7 cent. Kennelijk zijn we best wel slim geworden in die vorige eeuw met z'n allen, zelfs met al die oude methodes. Ik word daar gewoon blij van. Noem dat een tik, ik word daar blij van. En dan heb ik dit gekocht, dus ik stap in mijn auto en ik ben nog helemaal blij en dan rijd ik te hard en shit, flits. En dan krijg ik een bon. Heb je net dit voor 7 cent? Krijg je een bon. En die bon tot daarin toe, die 30 euro, 40 euro, wat het is. Maar één ding, daar word ik helemaal pist van. Dan staat erop administratiekosten, 7 euro. Jullie zijn niet goed wijs. Die hele boete is één grote administratiekosten. En hoe kan het nou dat jullie daar 7 euro voor kwijt zijn? Jullie doen echt iets fout. Hoe kan dit 7 cent kosten en die boete 7 euro? En ja, hier voorspel ik eigenlijk wel een dreigend probleem in de samenleving. Dat als alle gewone dingen steeds goedkoper worden en alle overheidsdiensten steeds duurder, dan kan onvermijdelijk moet ik in een moment komen dat dat te veel frictie geeft. Dus ik denk dat overheidsdiensten na moeten gaan denken serieus over andere wijze van financiering en andere wijze van berekening. Nog een nieuwe wet, hè. Wij zijn allemaal grootgebracht met het idee van economische groei. Groei moet. Groei is belangrijk. Zonder groei gaan we krijgen we problemen. Op het Nationaal gaan ze zelfs heel verdrietig, heel zielig kijken van er is weer geen groei. Doe normaal. Oké, ik wil de groeidiscussie niet hebben over de kapitalistische versus de ecologische. Hè? Nee, puur rekenkundig. De groei, daar is iets heel ernstig mis mee. Groei rekent in geld. En wij mensen, wij rekenen in waarde. Als ik een auto koop, 10.000 euro, ik heb niet eens een auto, ik heb twee auto's voor. Dus van die boete was gejokt, oké, sorry. Als ik een auto koop, hè, voor 20.000 euro, en die autofabriek wordt slimmer en slimmer, die gaat steeds beter werken, waardoor ze die auto aan mij kunnen verkopen voor 16.000 euro. Hoe reageer ik dan? Hoe zouden jullie reageren? Yes, 4.000 winst, toch? 4.000 bespaard. Hou ik 4.000 over om andere leuke dingen te doen. En wat zegt nou het Centraal Planbureau? Paniek. We hebben economische krimp. Want in plaats van 20.000 is er nu maar 16.000 geproduceerd. En naarmate. Laat het me even vallen. Het idee van arbeidsproductiviteit en slimmer werken waardoor je goedkoper werkt, nog dezelfde waarde levert, of meer, worden wij blij van. Volgens de spelregels van de oude wereld is dat iets waar we verdrietig van moeten worden. Sterker nog, als ik nu geen auto heb, maar een fiets, en ik krijg morgen een gratis auto uit de 3D-printer, dan ben ik hartstikke blij, want ik vind het best wel leuk om aan te rijden. Maar dan gaan de economen zeggen dat ik op achteruit ben gegaan, want er is minder geld. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Ik moet improviseren, want sommige dingen zijn alleen leuk uit te leggen met plaatjes. Nou, ik doe toch even een poging. De piramide heb je al 3 miljoen keer gezien. Ik heb hem wat mooier gemaakt, maar hetzelfde verhaal. Hiërarchie, top-down in instanties, dat was de complete 19e eeuw. Dan komen de nieuwe piramides, de omgekeerde piramides, bottom-up. Een slim idee is alles wat je nodig hebt en een paar mensen. En je maakt gebruik van digitale hulpmiddelen, je maakt gebruik van je netwerk en je kunt heel veel voor elkaar krijgen. Dat is het initiatief vooral. Maar dat is geschreven in 2009. Dat was toen nog een beetje vage visie. Met eigenlijk maar één echt goed voorbeeld, Wikipedia. Dat was, nou, 2010 is dat gepubliceerd. En verder, we wisten wel dat er dingen aan zaten te komen, maar we wisten het eigenlijk niet precies. Nu zijn we 4 jaar verder. En nu hebben we een heel hoofdstuk met honderden
praktijkvoorbeelden van de afgelopen paar jaar van het easycratie-principe. Daar is een apart hoofdstuk aan gewijd. Nou, vertel eens aan mij, wat zou er zo in staan? Of misschien heb ik iets gemist. Wat zijn de briljante voorbeelden van de afgelopen 4 jaar? Peerbaring. Heel goed. Nog een paar? Noem ze. Hoe? Instagram. Oké, noem maar. Roept u maar. Airbnb. Vind ik een van de beste voorbeelden. Noem nog eens wat. Snapchat. Ja. Uber. Oké, Spotify. Maar wat eigenlijk het allerbeste voorbeeld misschien nog wel, vind ik zo mijn keus. WhatsApp. Maar ook Airbnb. Het leuke van Airbnb is dat die niet hoeft te bouwen. Hè? Die werkt digitaal. Als Hilton wil groeien, moeten ze het metselen. Airbnb hoeft een mailtje te sturen, weer niet meer erbij. Langzamerhand beginnen we een beetje te zien dat het verhaal gaat niet zozeer meer om de omgekeerde piramide. En het zwart-wit verhaal, gaan we van oude piramides naar nieuwe piramides, gaan we van oude werkraad naar nieuwe werkraad. Wat de feit dat nu aan de hand is dat we bijna alle terreinen de oude en de nieuwe systemen naast elkaar zien. En wellicht blijven die op heel veel plekken naast elkaar bestaan. En dat is voor ons, voor mensen, is dat ontzettend leuk. Het is heel democratisch, want we hebben dubbele keuze. Je kan nog steeds, als je wil sms'en, maar je kan ook WhatsApp. Je kan nog steeds naar de Hilton een nakamer te huren, maar je kan ook via Airbnb. Maar ook voor je werk. Je kan nog steeds solliciteren bij de Van de Valk en vragen of je daar kamermeisje wil worden. Maar je kan ook denken van, ik ga mijn eigen zolderkamertje verhuren en op die manier mijn geld verdienen. We hebben steeds keuzes. Vooruitgang. Maar ook enorm veel frictie. Weet je wat hoe laat het is? Want ik niet met dit schiet. 5:30. 10 minuten. Okay. Enorm veel bedankt. Enorm veel frictie. Want de oude piramides hebben natuurlijk wel degelijk last van de omgekeerde nieuwe piramides. Het zou het alleen maar zijn door omzetverlies. En was 5 jaar geleden nog het verhaal van er zit een nieuwe economie aan te komen, een nieuwe wereld met heel veel bottom-up. En de wereld gaat veranderen. En nu lijkt het er meer op dat we nu een periode tegemoet gaan waarin de omgekeerde piramides, de nieuwe initiatieven, zwaar te verduren krijgen van oude machthebbers. Want je zou maar bij KPN werken. Daar ben je wel nu 60 miljard, nou niet alleen, alle providers bij elkaar zijn 60 miljard euro per jaar kwijt door dat stomme WhatsApp. Ja, in hun ogen is dat stomme WhatsApp. Dus die gaan gebruik maken van oude machtsstructuren, bijvoorbeeld wetgeving en lobby en ook media. De oude traditionele mainstream media. Die zijn er heel erg goed in, alleen door hun manier van denken, oude hiërarchische modellen, om de oude wereld te helpen waar het kan. En in de Easycratie Bibliotheek deel 2 is ook een boek opgenomen, dat heet Flat Earth News. Dat vind ik een waanzinnig belangrijk boek. Dat is een ontluisterend boek over de verschuiving in de media en in de journalistiek. Wij zijn grootgebracht met het idee van de journalistiek is onze hoede van de democratie. Journalistiek is altijd op zoek naar de waarheid. In dit boek, een heel dik gedegen boek, met heel veel goede research, ontmantelt dat sprookje, de hedendaagse journalistiek, de mainstream media, is verworden tot een copy-paste journalistiek. Waarin de waarheid boven tafel brengen totaal onbelangrijk is geworden. Er wordt bijna alleen maar gecopy-paste in alle nieuwsberichten. En wat wordt dan gecopy-paste? Ja, producten die uit de PR-industrie komen, producten van voorlichters. Nou, ik heb een paar voorbeeldjes van. Een flauw voorbeeldje. We laten slaak over of even tijd. Hey. Nou, wat ik steeds meer doe, is
zij moet toch naar een andere zaal. Ze loopt niet weg, wat ik niet leuk. Hij is ervoor naar vertrouwd. Wat ik steeds meer doe, is voorbeeldjes uit eigen leven gebruiken. Dat durfde ik eerst niet, dat vond ik gênant. Maar het blijkt dat mensen dat vaak toch wel leuk vinden. Voorbeeldje. Een verhaaltje van een stuiver. Wie heeft dat gelezen toevallig? Kijk. Nou, dat vonden heel veel mensen heel leuk. En dat is echt mega viral gegaan. Dus als zoek je even mijn naam in stuiver, dan vind je dat wel. Het was ook best een grappig verhaaltje. Best leuk voor degene die dat verhaaltje heeft opgeschreven en die dat verspreidt. Het is heel kicken om dat te zien. Maar ook om te ontdekken, hè, hoe dat werkt. Daar leer je heel veel van. En, page views checken en dan zie je een verloopje en dan zie je dus dat het langzaam groeit en dan piekt het en dan daalt het heel snel af. Dat duurt op Twitter ongeveer 2,5 dag, 3 dagen en dan is het al zoveel keer geretweet dat mensen echt boos worden van kom je nou weer met het stomme stuiver verhaal, ik heb het al 33 keer eens. Oké, en nou komt mijn grootste les. Dus dat was maandag en op vrijdag was ik er klaar mee. Ik denk, dat is mooi. Ik één tweetje en dat is door 300.000 man gezien. Nou, dat is leuk toch? Dat vindt iedereen toch leuk? Nou, ik wel. Maar nu was het klaar. Het was over en uit. Het is leuk geweest. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Iets heel leerzaams. Dan wordt het zaterdagochtend en is dat tweetje van mij staat in het NRC Handelsblad. In het publiek ikje. En nou kwamen dus een paar mensen mij feliciteren. Die zeiden, gefeliciteerd dat jouw berichtje is gepromoveerd tot... Hoezo eigenlijk? Waarom? Ja, nu staat het in de NRC. Nu heeft het toch veel meer bereik? Nou... Mijn tweetje is door veel meer mensen gelezen dan de NRC lezers heeft. Dus dat is ook niet zo. Maar diegene die mij feliciteerde, ik dacht dat ze toch op hun manier wel gelijk hadden. Want er gebeurde iets heel geks op zaterdagochtend. Mensen gingen een krantenbericht fotograferen. En die foto gingen ze op Twitter gooien. Ja, daar kwam je net vandaan, gekkies. Maar goed. Tot zover was het vermakelijk en nu werd het opeens verbijsterend. De viral was compleet uitgedoofd en begon nu weer helemaal opnieuw. Op datzelfde Twitter. Weer mega veel retweets. Maar weer een hele nieuwe hype. Hoe kan dat nou? Wat is er aan de hand? Voor een heleboel mensen, nog steeds een grote meerderheid in deze samenleving, is iets pas waar... Als het in de krant staat. Het is pas waar als het op tv komt. Dat is een wereldbeeld wat de meeste mensen nog zit. En ik voorspel dat de easycratie pas echt gaat beginnen op het moment dat hier een tipping point wordt bereikt dat de wereld om is. Dat de meerderheid denkt van nee. Juist, het is net andersom, juist wat in de media verschijnt, dat is veelal overgeschreven, dat is gewoon voorlichting, dat is lobby, dat is PR, dat is verdraaide werkelijkheid. Juist datgene wat je op internet vindt, dat is juist veel betrouwbaar. Dat kan nog even duren, maar ik bespeur nu al, tot een zaal als dit, zal de meeste al op het punt zitten van... Ja, zo'n goed geïnformeerd blog is waarschijnlijk veel betrouwbaarder dan wat ze op het journaal vertellen. En, ja? Maar dan ligt het er mij allemaal aan wat zeg maar, iemand er zelf een baat bij heeft dat het zou verspreid wordt. Of verwacht een soort van onafhankelijkheid. Klopt, maar daar gaat het juist om. De media die zijn niet onafhankelijk meer. En de media worden gevoed door... Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een nieuwe ontwikkeling die we aan zien komen, is Quantified Self, wat nog wel eens heel groot geworden. Er zijn een aantal nieuwe megatrends die we in Noord-Af beschrijven,
onder 3D-printen, ook big data, ook dingen als Quantified Self. Apple is bezig met health, enorme hoeveelheid data. En dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat wij gaan ontdekken uit hele betrouwbare bron, namelijk uit onze eigen gegevens, dat bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen vele malen gezonder en effectiever zijn dan bepaalde pilletjes. Daar kun je gewoon op wachten dat we dat gaan uitvinden. Je kan ook al gaan voorspellen wat er daar gaat gebeuren. Wat denk je dat pharma dat leuk vindt? Dus pharma gaat straks allerlei lobbyisten en juristen inhuren of betalen om verhalen te verspreiden dat het best wel gevaarlijk is om artisjokken te eten. Want het gebeurt nu ook al. Dat gebeurt nu ook al, maar dat gaat nog veel erger worden. En waar we naartoe moeten in deze wereld, waar de kentering moet gaan komen, gaat komen, dat mensen dat inzien, dat ze afstappen van het idee wat in de krant staat is waar en wat op internet staat is fout. Dat het net anders is. Ja, ik besef me dat voor een aantal deelgebieden gewoon heel erg is. Als ik iets nieuws over een iPhone lees in de krant, dan denk ik, nou, ik wil iPhone Club checken of dat wel klopt. Ja. Dat geloof ik echt NRC niet. Ja, en terug. Op een aantal andere gebieden geldt dat ook, dan zeg je inderdaad eerst de betrouwbare bron, als is dat wel waar. En je hebt inderdaad een hele set van betrouwbare bronnen al om je heen verzameld waar je dat in checkt, met name op nieuwe technologie. Ja, dus er ook een commercialisering plaats, YouTube ook, daar word je voor betaald als je heel veel hits hebt. Ja. Dus allerlei deeldiscussies die kunnen ontstaan, die kunnen we afleiden van het grote verhaal. Het gaat om de kentering van wat is nou betrouwbaar, die bovenste piramide of die onderste piramide? Waarom zou het bestaat van vertrouwen? Waarom zou het iedereen dan vertrouwen? Dat is een kwestie van inzicht en van ervaring. Je hoort daar iemand die zegt, ik heb het heel vaak gezien, hè, op een iPhone-blog, dat 100 keer betrouwbaarder is dan wat in NRC staat. En op Wikipedia ben ik veel beter geïnformeerd dan in mijn winkel Prins. Al was het alleen maar omdat het actueel is. He? Als ik hou van sport en ik hou heel veel van sportstatistiek. Ik erg me altijd dood als ik hoor hoeveel onzin ze uitkramen bij de NOS. Ze zijn heel goed in mooie plaatjes maken. Ze kunnen leuke mensen interviewen. Maar die data die ze geven, die zijn echt om te huilen. He? Er wordt er verteld van, Arjen Robben heeft een nieuwe wereldrecord. Die heeft met zijn beroemde rust tegen Spanje heeft 37 km per uur. Dat is een wereldrecord. Dat vertelde traditionele media. Dat is complete onzin. Dat is echt. Wat is er werk aan de hand? FIFA heeft een persbericht verspreid. Daar staat letterlijk in: de snelste voetballer ooit gemeten door de FIFA. Maar het genoemde Wikipedia, wat de nationaliteit van de voetballer. Ja. Dat hij wel wereldassistent in Nederland. Ja, dat is. Ja, dat kan als iemand twee nationaliteiten heeft. Maar gewoon één voorbeeld van het tegendeel bedenken, dat schiet mij zo niet zo op. Nee, maar ik vraag me zo vaak om dat vertrouwen van. Draai vertrouwen. Ja, ik vind het. Als je dat ziet, hè, als je zo ziet het voorbeeld van Robben, dat de NOS een onzin verspreidt. De meeste mensen geloven dat, ja, de NOS zegt het. Hè, ik ben zo'n dwaas, die gaat het even opzoeken naar oorspronkelijke bron. En dan zie je al, heel vaak. Dat de oorspronkelijke bron, die je tegenwoordig gewoon kan vinden, hè, dat kon ook 10 jaar geleden niet, dat die heel iets anders is dan er verteld wordt. En dat zie je ook in de politiek. Er is een onderzoekscommissie, zo'n pak, en dan gaat er toch weer zo'n lobbyist, gaat het samenvatten, zodat er uiteindelijk een tegengestelde conclusie in de NRC staat, want dat is een persconferentie voor de samenvatting, daar in het rapport zelf. Nou, de titels al verdraaid worden van nieuwsberichten. Nou, om mij meer hits te en dan ga je lezen en denk je, ja, maar die titel die klopt wel. Ja, dat is heel vaak. Naarmate mensen dit vaker zien, het gaat er niet om van is de ene altijd gelijk en de andere altijd gelijk. Het gaat om het oude wereldbeeld waar ze van. Media zijn heilig, de piramides en autoriteiten zijn heilig en de anderen zijn dom. En op een gegeven moment gaat dat langzamerhand en ik denk dat ontzettend belangrijk is of er een meerderheid of een minderheid is. Dan pas veranderen we echt dingen. Dan krijg je een draaipunt. Kan het veranderen? Ja, ik bespeurde bijvoorbeeld dat 10 jaar geleden was het in een hele andere wereld, bijvoorbeeld in de wereld van Boy Meets Girl,
10 jaar geleden of 15 jaar geleden was echt 99% het erover eens dat als je iemand op internet zocht, dan was je wel een ongelofelijke moedmoesje. Dan was je een kneus. He? Mensen die in de kroeg niemand kunnen vinden, dan het afvalputje komt op internet terecht. Nou, dat is een bepaald wereldbeeld waarbij ik altijd zeg van, dat klopt niet, het is net andersom. Het is net andersom. Als ik een vuilnisbak hier wil halen, dan kan ik gewoon naar het lokale asiel. Maar als ik echt een hele bijzondere rashond wil, dan moet ik op internet sturen voor dat ene adresje in de provincie. Think about it. En je ziet dat zo'n wereldbeeld aan het kantelen is. En het kantelen van het wereldbeeld dat is soms 10 jaar, soms op 20. Maar het gaat gebeuren en daar hoop ik op, daar wacht ik op. Het is bijna tijd, dus... Oh ja. Wie weet precies waar het is? Tivoor. Nog een voorbeeldje uit eigen leven. Of hoe ik dat uitleg. Love is the killer app. Liefde is een business factor van importantie geworden. En hoe komt dat nou? Omdat je in oude piramides had je ergens bovenin een machtshebber. Dus in de vorige eeuw kon je heel egoïstisch, heel slim bezig zijn als je alleen maar ging slijmen met de baas. En tegen de rest kon je heel schrijnig doen, kon je toch heel succesvol zijn. Tegenwoordig is niet meer die decision maker bovenin belangrijk. Iedereen is belangrijk. We beleven in netwerken. Dus is het handigste om maar zo lief mogelijk te doen. Bijvoorbeeld je eigen tuin. Letterlijk het eigen tuin. Ik heb boeken over. Ik kan ze in een oude piramide verkopen. Hè, bijvoorbeeld naar de slechte gaan. Maar ik denk, ik geef ze weg. Jullie hebben ze wel vaker gezien. Hè, zo'n mini-piepje op de openbare weg. Dat waar het om gaat is het afzien van denken in geld en het is veel meer gaan denken in waarde. Want uiteindelijk gaat het om waarde. He, als jij directeur sms'en bent bij KPN en je verdient 2 ton per jaar, hartstikke leuk. Maar wat is je waarde? Ja, je hebt een goed salaris, maar je levert geen waarde. Dus dan kan je zo je baan kwijtraken, ja, en dan zit je in de WW. Kun je wel lekker goedkoop wat zetten. Als je waarde levert, dan komt het altijd op de een of andere manier terug. Waarde, dat creëert aandacht. En aandacht is, creëert massa. En massa komt altijd kassa. Op een totaal onvoorspelbare manier tegenwoordig. Doordat we in al die netwerken zitten. Dus ik zet een kastje boek in mijn tuin. Ik weet bij God niet. Ik doe dat eigenlijk alleen maar omdat ik het leuk vind. Je moet ook liefde geven of dingen delen. Dat moet je niet doen om er iets voor terug te krijgen. Dat is nep. Je moet het doen omdat je het gewoon leuk vindt om te delen. Ik geef boeken weg en ik doe dat omdat ik het leuk vind. Ik vind het lachen om te zien dat mensen naar mijn huis vrolijk opkijken. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk dat ik heb er allemaal dingen van geleerd. En ik krijg er opeens dingen voor terug. Bijvoorbeeld, ik kom thuis en er staat een vuilniszak met boeken voor mijn deur. Ja, daar zaten gave titels in. Daar heb ik er 6 uitgepikt en die liggen nou op de to-read-stapel. En dit zijn boeken die ik anders niet wil kopen. En als ik nou was begonnen in prijs en transactiedenken, dan had ik mijn oude overtollige boeken verkocht bij de slechte. Had ik 2 boeken verkocht. Nu koop ik lol en ben ik 6 boeken terug. Iemand belt me op, kun je een lezer geven? Ja, praat. Waar ken je me eigenlijk van? Ja, nou, toevallig zag ik een foto van jouw kastje. Toen was ik nieuwsgierig. En toen zag ik iets ik had zien, nooit van gehoord. En toen, kan. Wat zag ik 2 weken geleden opeens in mijn boekenkastje liggen? Een hamster. Een hamster. Nou, daar heb ik iets van geleerd. Want na 2 weken ligt ze nog steeds in het kastje. Dus wat leer ik hiervan? Dat Albert Heijn maar eens moet stoppen met zijn hamsteracties.
En als je het op de oude modellen gaat meten, dan blijkt misschien dat er wel 27 miljoen hamsters zijn afgezet in Nederland. Dus groot succes. Maar de werkelijkheid is dat als ik dit op straat leg, dat niemand het wil hebben. Dus het heeft geen waarde. Weg! Oké, nou, afsluiten. Er komt dus waarschijnlijk dat het wel afkomt, dat er dus over een tijdje een boek uitkomt. En het heet dan Nooit Af. En omdat de wereld zo snel gaat tegenwoordig, zou het zomaar kunnen dat dat... Ja, het kan natuurlijk ook dat het een heel groot succes wordt. Maar het kan ook dat dat in 3 weken... En er is heel veel werk zit erin. En we zijn meer dan een jaar bezig geweest. Dus... Martijn, ik wil gewoon een beetje hulp vragen. En wat hebben we bedacht? Zodra de drukproef klaar is, gaan we allemaal snapshots maken van hele leuke passages. Die tot de verbeelding spreken. Die gaan we nummeren. Bijvoorbeeld een stuk of 20. En als we nu zelf die gaan verspreiden, ja, dan is het spam. En dan is de lol er ook af. Want dan kun je ze allemaal opzoeken bij de bron. Nee, wat ons nou leuk zou lijken, is dat onder andere jullie en de andere mensen die we kennen, dat die 20 snapshots beginnen te verspreiden. Van wat ik nou vond, hoef je alleen één fotootje te plaatsen op je Twitter of je Facebook en zeggen van, dit vond ik leuk. En dan, wie weet, gaan mensen dat dan, daar zijn ze genummerd, dat ze gaan sparen. Het zijn ze veel leuker dan die hamsters. Hey, bedankt, dit was het. Sorry voor het geen provoceren, maar...